idee dat je volgende week ook nog trainer bent bij Ajax? Ja, dat idee heb ik wel, want ik voel in ieder geval vanuit de club de steun. Maar ja, dat weet je nooit, hè. Dat is natuurlijk de vraag die we ons met z'n allen stellen. Hoe krijgen we het voor elkaar door dit om te draaien? Als ik daar het recept voor zou hebben, dan zou ik het zeker doen. Maar het enige wat ik kan is elke keer blijven hameren, blijven trainen. Nou, je ziet wel dat het wat onzeker is. Soms dan zie je fouten dat je denkt dat kan alleen bij een team dat gewoon niet draait. Dan komt die laatste goal van FC Utrecht. Wat denk je dan als je die bal erin ziet gaan? Ja, dan kun je natuurlijk wel door de grond zakken. Want wat ik al zei, je komt uit de kleedkamer nadat hij voor de tweede keer gestaakt is. En daar wil je voor de winst gaan. Maar bij Swansea een wedstrijd gespeeld tegen Crystal Palace was ook een 4-3 overwinning. Ja, dat ging ook alle kanten op. En dit was echt een mentaal spelletje. En gelukkig zijn we daar goed uitgekomen. Hè, ook een aantal spelers nogmaals aangeven, blijf het in het voetballen zoeken. Hè. Met Berghuis heb je nog iemand erbij die tussen de linies kan spelen. Extra kwaliteit daar zo. En dan ben je nog niet een minuut buiten of de 4-3 ligt binnen. Dus ja, dat is wel verschrikkelijk. What happened after the game? I saw Bergwijn talking to the fans. Did you know what's happening there? I'm not so sure. I just think, they're a little bit disappointed in us. They always want us to do the best, to win and give everything. So I think that's what it is. You understand that the fans are... Yeah. Of course they want us to win. So, they're not happy. Nou, ik stond het eigenlijk even allemaal een beetje te verwerken. En ik ben er na de hand naartoe gelopen. En toen kwamen de spelers alweer terug. Dus dat had niet per se een reden. Ik bedank altijd het uitvakken en ik weet niet of ze op mijn bedankjes zitten te wachten, maar ik wil in ieder geval dat de spelers dat doen. Dus ik stuur ook elke wedstrijd dat de spelers die daar naartoe en ook bij nederlaag. De fans steunen je over de hele wereld, dus dat hoort bij je vak. Maar dat ik wat later aansloot, dat had puur met mezelf te maken dat ik gewoon stond te balen van die nederlaag. Heb je het idee dat je volgende week ook nog trainer bent bij Ajax? Ja, dat idee heb ik wel, want ik voel in ieder geval vanuit de club de steun. Maar dat weet je nooit. Hè. Kijk, mijn omgeving zijn vrij veel Ajaxiden en natuurlijk heb je er gespeeld. En ook met de mensen die ik nog steeds zie, heel goed contact. Dus je zit gewoon in een mindere fase. Dat is een understatement. Maar je weet ook dat het bij Ajax altijd wel weer goed komt. Vier keer een competitie achter elkaar verliezen en 8 keer op elkaar niet winnen met Ajax. Nee, ik weet het. En dat is uiteraard ook Ajax onwaardig. Daar zijn we denk ik ook allemaal wel over eens. Maar ik blijf strijdbaar en blijf met die gasten aan de slag om het tijd te keren.